Welkom allemaal hier op het ministerie van Onderwijs. Heel erg goed dat jullie er zijn. Jammer genoeg kan ik er zelf niet bij zijn, want ik ben op vakantie op dit moment. Zelfs de staatssecretaris gaat wel eens op vakantie. Maar ik hoop dat jullie hier een geweldige tijd zullen hebben. We hebben elkaar natuurlijk al een keer ontmoet in het PSV-stadion in Eindhoven. Vond ik ook een ontzettend leuke bijeenkomst. En nu zijn jullie vandaag hier bij OCW om gewoon eens een kijkje te nemen in de keuken hier van het ministerie. Nou, ik denk dat het gewoon een hele mooie gelegenheid is. Hier in dit gebouw wordt dus elke dag heel goed nagedacht over hoe we jongeren in de schoolbanken kunnen houden. Maar wij proberen dat natuurlijk, de gemeente en de scholen. Maar ik vind jullie zijn de sterspelers van die hele aanpak, die aanval op de schooluitval. Jullie kunnen gaan vertellen in de komende tijd, en daar start je ook mee na de vakantie, over jullie ervaringen met schooluitval en waarom anderen er nooit aan moeten beginnen. Als jullie je verhaal vertellen, je ervaringen, omdat je zelf schooluitvaller bent geweest en er uiteindelijk weer bovenop gekomen bent op een hele goede manier, dat is veel indrukwekkender dan een verhaal van een docent of van een vader of een moeder die zegt, joh, je moet echt op school blijven. Jullie kunnen gewoon zeggen, let op, je hebt er niks aan als je stopt met je opleiding. Ga door en zorg dat je dat diploma haalt. Veel confronterender, ik ben ervan overtuigd. En daarom ben ik ook ontzettend blij dat jullie het willen doen. En hoop ik eigenlijk dat we door het hele land jongerenteams ambassadeurs krijgen zoals jullie. Ik ben echt heel trots op jullie. En ik wens jullie heel veel succes. Maar voor vandaag allereerst een hele leuke dag hier op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.